Wanneer je met een koptelefoon een video van Acid kijkt en hij begint weer random te roepen. Yes! Yes! Nice stream! Vroeger had ik altijd zo'n ding op mijn kanaal. Als ik iets had, dan had ik er altijd een domme naam aan. Zo had ik een fucking dinosaurus die ik Jean-Luc had genoemd. Een fucking hommetje dat ik op school had. Ik weet niet meer hoe die noemde. Ja, hier. Dat is Zanzibar. Hij heeft een geweer. En hier een BH. Een snortje. Alles krijgt een naam. Deze boom heeft nog geen naam gekregen. Dus wat wordt de naam van deze boom? Mag ik jullie voorstellen aan mijn boom? Dit is Chrisje. Fucka Chrisje! Minecraft is zomaar weer een heel groot ding geworden. Shout out PewDiePie. Gaan we Minecraft spelen? Hell no! Als ik Minecraft speel, is het op Twitch. Minecraft gelijk aan big money. YouTube gelijk aan no more money for me. Als jullie met Minecraft willen zien spelen, kom woensdagavond naar mijn Twitch channel. Hardcore leernechten. Kom je hardcore nechten gezellig, gezellig kanaal met jongens. Om jullie een beetje in de moed te brengen, het is een YouTube classic. Het is een video met 1 miljoen views en het is Minecraft. Kill, doe rustig! Minecraft! Minecraft! Met Ties, like en sub. Elke is dat een tune, man. Er zijn een paar belangrijke dingen in de YouTube-wereld die aangekaart moeten worden nu. King Alert is niet meer zo goed bezig. King Alert heeft niet meer het goede nieuws dat we willen horen. Gio heeft weer een nieuwe auto gekocht. Oké, nice. Nee. Wij willen dingen horen als Hans Knol heeft iemand in de red genukt. Dat zou de fucking titel zijn waarvan ik zou zeggen, wow, yo. Knolpoot. Eerlijk. Zou je er niet op klikken? En zijn knol heeft iemand in de kont King Alert 16 plus. Iemand in de kont genokt, genaakt, neekt, oeh, genukt. Oh! Er zijn wel altijd wel betere dingen om video's over te maken. Ik kan nog wel wat speed aan iemand verkopen. I don't give a shit. Titan. Fuck up. Paul, Kingler, je views zijn kut. Upload goeie shit. Upload dingen die de mensen willen zien. Maar zou je nu de auto uit willen gaan, dan kan ik weer verder. YouTube is toch al gefokt. Wat maakt het uit als je demonetized bent of niet? Kijk naar mij. I'm still alive. Got some campagnes in the back for the extra cash. Stel, ik zou Kingler brengen, dan zou het een video zijn zoals dit. Welkom, 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 welkom bij fucking YouTube nieuws. Er is iets goed mis met DutchTuber. Jullie kennen DutchTuber wel nog? Yes. Er is iets mis met hem. Hallo, hallo. Mijn naam is DutchTuber. En dit is al elke video zo. Het gaat niet goed met deze guy. Zijn hoofd is dun en lang geworden. Donair haalt naar mijn fucking Twitch. Het goede ding van dit punt is dus, YouTube in een soort van heropleving is en er zijn heel veel nieuwe YouTubers. En aan de top van die nieuwe YouTuber generatie staat Clonny Games. Clonny Games, jongste YouTuber van het moment, Habiba Parody, meer dan 5 miljoen views en ook nog steeds in elke video Filipijn t-shirts. Gotta respect this guy, man. Nu, het ding is, ik versta geen fuck van wat hij zegt. Ontcijfer dit. En welke die veel van... En wel ben je weer, man. Is een mode om niet meer te articuleren, who the fuck knows. Deze YouTubers zijn in een climb omhoog. Jullie kennen deze guy misschien niet, maar hij heeft 353.000 subs. Oeh. Mijn tip voor jou, doe je mond open als je praat. Welke die veel van. Met klinkers, bestaan, spreek ze uit, thanks. Volgende puntje van dit YouTube nieuws is, jullie gaan het niet geloven, maar Enzo Knol heeft iemand in de red. Het volgende punt van de YouTube nieuws is ons eerste serieuze punt. Ik heb zo altijd redelijk moeilijk gehad met relaties van mensen, waaruit bijvoorbeeld is dat meisje 15 is of zo en de guy 18 is. Vanaf dat je ouder wordt, speelt die gap in leeftijd minder een rol, maar ik had daar vroeger altijd fucking moeilijk mee. Als er een meisje mijn jaar een relatie had met een jongen die fucking veel ouder was. Waarom? It's rape. FBI, open up! Hoezo? Ik heb hier vroeger nooit op gelet. En omdat ze ouder worden, is dat minder een probleem. Maar hier, voor de wiskunde om uit te maken hoe oud ze waren op dit moment, want ik wil het eigenlijk wel weten. Dit is op dit moment 21. En zo is nu 26. Deze video is dus ongeveer 6 jaar geleden. Ik denk dat dit toen 15 was. En zo 20. Ah! Ik denk dat we weten wie er in de rijt geneukt is. Hey. 2013 was zo fucked up. Hoezo waren deze truien ooit acceptabel, man? Is er meer nieuws? Ja, er is meer nieuws. Is er meer nuttig nieuws? I don't know. This guy, die duidelijk echt sukt in Minecraft. Yeah, baby. Yeah, ik ben bijna dood. Ik ben fucking dood. Fuck die lag. Harem! Die zegt dat hij vroeger echt een vechtersbaas was. Ik was de vechtersbaas van de basisschool. Zo zou je het kunnen zeggen. Ik was gewoon koning vecht. Bro, ik zou zo graag...
Minecraft spelen met? Hey, Koningveld bro. Dit is een vraag van mij aan jou. Wil jij samen met mij een Minecraft survival serie starten? Het is een aanzoek, het staat open. Moet niet op ingaan bro, maar het zal gewoon chill zijn voor de kijkers. Bro. Mijn kijkers houden van jou. Jouw kijkers moeten subscriben op mijn channel. Ik kan je helpen, man. Ik weet dat je gepest worden shit door je hoofd. Kan je jezelf helpen aan een girlfriend? Just call me. Je hebt mijn nummer. Je hebt aan mijn nummer. Hey. En dit zijn video's van mensen met 1 miljoen abonnees. Dit waren gewoon 5 seconden radio silent. Weten jullie dat doordat ik uit YouTube naar een programma gekikt ben en dat ik eigenlijk geen YouTuber meer ben, dan stel ik haal die 1 miljoen abonnees. En als je op YouTube 1 miljoen abonnees haalt, dan krijg je natuurlijk die grote ding. Om die awards te ontvangen, moet je een YouTuber zijn. Ik ga dit ding nooit ontvangen. Contact, creator support. Maar ik kan hen geen mails meer sturen, want zij zaten tegen mij van: you're not a YouTuber. En als ik dan een mail stuur naar hen om te vragen van: hey, mag ik terug in het leuke YouTube dingetje? Na, extremistische content. Daar gaat de YouTube 3. Waarom ben ik niet ook gewoon muziekbanen maken zoals elke fucking YouTuber? Kijk, het is nog steeds leuk, toch? We zijn nog steeds aan het lachen. Hey, shout-out Google, shout-out YouTube. Zo moet ik eens een meeting doen in het Google hoofdkantoor in België. Zo moet ik hier gewoon een gekke meeting organiseren. Mijn YouTube-channel is gewoon het ding waar ik al aan het werken ben van 2013. Hij is bijna 7 jaar. Je kan het vergelijken alsof ik een kind heb van 7. Nu zomaar hebben ze mijn kind in de rijt laten nuiken door Enzo Knol. Stel je voor dat je kind in de rijt had ook door de rijt zoeken. En ik kan er niks aan doen. Ik kan niet sturen naar hun bij. Waarom doen jullie dit? Dan zeggen ze van: het is niet meer jouw kind. Dus daarom zou ik het leuk vinden als jullie allemaal komen kijken naar mijn Minecraft stream. Unite as one. Ik niet hopen dat ik mij zomaar laat doen. Bedankt om te kijken naar dit YouTube nieuws. Het was weer aangenaam om dit nieuws voor jullie te presenteren. Ik hoop dat jullie het een beetje informatief vonden. Er zaten een paar informatieve punten in. Dan ga je het er niet elke week vanaf nu. Psych. Ik zie jullie volgende keer terug op mijn channel. Hoop dat jullie het leuk vonden. I love you guys. See you guys next time. Au revoir.